Groep 6 van basisschool Joppens aan de Van Vollenhovenkade is de winnaar van de eerste Leidse textielrace. De leerlingen hebben de afgelopen weken de meeste oude kleding ingezameld voor de wedstrijd die werd georganiseerd door de gemeente Leiden en textielinzamelaar Symphony. We hadden 65 punten in totaal en deze school heeft 1955 kilo ingezameld. Tot vanochtend is er gewogen en het was een soort nek-aan-nek race. Maar deze school heeft gewonnen en ze zijn natuurlijk hartstikke blij. Eén, dat ze natuurlijk textiel hebben gered van de verbrandingsoven. Maar ze hebben ook een schoolreisje gewonnen naar Nemo. En ik begreep net 8 december gaan ze met elkaar op reis en ze hebben er super veel zin in. Ja, en dat redden van die verbrandingsoven, dat is natuurlijk eigenlijk het doel van deze actie, hè? Zeker. En ook inderdaad veel meer bewustwording dat je dingen niet weggooit, maar dat je ze opnieuw gaat hergebruiken. En dat kan natuurlijk eerst. Er zijn ook veel kinderen die van oudere broers en zussen kleding aan moeten. We kennen het allemaal. Maar als het uiteindelijk niet meer gebruikt kan worden, niet in de prullenbak, maar in de inzamelbak, zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden.